Geliefde gemeente van Christus hier in Den Haag. Op school stonden ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven. De ene werkelijkheid, de andere schijn. Hebben is niets, is oorlog. Is niet leven, is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is boven die dingen uitgeheven, vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart, is lichaam, is twee borsten, is naar de aarde hongeren en dorsten, is enkel zinnen, enkel botte plicht. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar de sterren kijken en daarheen langzaam worden opgelicht. Zo wordt het je geleerd op school. Bij de dichter Ed Hornick stonden ze op het bord geschreven. De meester behandelde in de taalles de hulpwerkwoorden hebben en zijn. En de jonge Ed zag ze op het bord staan en zag er een indeling in. En later dichtte hij daarover de ene werkelijkheid, de andere schijn. Hebben en zijn, tijd en eeuwigheid, fout en goed, oorlog en vrede, dood en leven, de wereld en haar goden, hard en zacht, lichaam en ziel, aarde en hemel. Zo zit de wereld in elkaar. Want ook bij ons staan ze op het bord geschreven, hebben en zijn. Winnen of verliezen. In Tokio blijven of meteen weer terug in het vliegtuig, terug naar huis. Meisje of jongen zijn. Pompen of verzuipen. Zwart of wit. Wappie of vakser, voor of tegen. Ook bij de dichter van de psalm staan ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. En daarmee is tijd, is eeuwigheid gegeven. De ene werkelijkheid en de andere schijn. Tijd is de mens. Tijd is macht. Tijd is plannen die gedoemd zijn om voortijdig te sterven. Zo is het, zo staat het geschreven. En daar lijnrecht tegenover, op dat andere deel van het schoolbord, staat de eeuwigheid gegrift. En die is niet van de mens, maar die is van God. Van de koning die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt van geslacht op geslacht en die niet, die nooit laat varen het werk waaraan zijn hand begon. Twee borden en de dichter schrijft ze vol met het een of met het ander. En het wordt zo een duidelijk schema. Een heldere les over wat het houdt, wat eeuwig is, God, en over wat het niet houdt, wat op de lange duur niet bestand is tegen de tand des tijds en uiteindelijk te gronden wordt gericht. De mens, met al zijn plannen en zijn vermeende macht. Ja, en wat kan het fijn zijn om de wereld in zo'n
paradigma in te delen, om zo grip te krijgen op het leven dat soms zo ontzettend complex zich aan je voordoet, zo ongrijpbaar als je het wil bevatten. Het is het een of het ander. Het staat links op het bord of het staat rechts op het bord. Het staat daar of daar. En als je die psalm leest, dan krijg je het idee dat het voor de dichter van de psalm ook verhelderend is om zo orde in de chaos te scheppen. En je krijgt het idee dat het hem ook duidelijkheid geeft. Hou vast om dat zo te doen. En je kunt hem ook daarin nog wel begrijpen. Want helderheid en duidelijkheid, die geven rust. Maar tegelijkertijd sijpelt er bij de psalmist tussen die twee poten waarop hij zijn indeling laat rusten, toch ook iets anders door. En dat maakt hem, of misschien was het wel een haar, dat maakt de dichter genuanceerder dan je op het eerste gehoor zou denken. En die nuance, die zit hem, wat mij betreft, in dat ene zinnetje. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. De God van Jacob. Persoonlijk zou ik verwacht hebben dat er stond de God van Abraham. De God die je roept, die je de weg wijst, die met je meetrekt, die als een vriend bij je op bezoek komt en met je praat en lacht en huilt. De God die je een eindeloze toekomst belooft, zo groot en wijd als alle sterren aan de hemel en zo talrijk als alle korrels van het zand aan de zee. Die God. Maar nee, er staat niet de God van Abraham. Gelukkig wie de God van Abraham tot hulp heeft. Nee, er staat gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. Jacob, die hielenlichter, weet u nog wel? Jacob, die bedrieger, wiens vader zo'n slappeling was en zijn moeder een intrigante. Jacob, met die broer die zo'n oppervlakkige levensgenieter was. Gedoe vanaf de geboorte. Jacob, zijn oom een grote egoïst en zijn zoons tot het ergste in staat. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. Waarom zegt de dichter dat nou? Is het omdat hij van zichzelf weet dat hij misschien meer fluïde is dan wat hij op het eerste gezicht lijkt? En dat het leven niet altijd te vangen is in een schema van of, van zwart-wit, van hebben en zijn of van tijd en eeuwigheid? Maar dat het zo is dat je als mens soms goed bent, goed doet en soms ook niet. Dat je in bepaalde fases in je leven in de bubbel zit van het hebben, maar dat er ook periodes in je bestaan zijn dat je je in de modus van het zijn begeeft. Er staat een mooi kinderliedje in het liedboek. Misschien kent u het wel. Geroepen om op weg te gaan, om op te staan, te reizen naar een land dat God zal wijzen. Dat is een liedje over Abraham. En je zou kunnen zeggen, dat zijn wij allemaal. Een Abraham. Geroepen om op weg te gaan. Maar in een ieder van ons zit ook een Jacob. Een mens die geboren wordt in een familie die niet zelf heeft uitgekozen.
die leeft te midden van omstandigheden waar die niet altijd wat aan kan doen en behept met eigenschappen die niet altijd het beste in hem naar boven halen. Maar deze Jacob, die in een ieder van ons verscholen zit, deze Jacob heeft ook een God. En die God is hem tot hulp. Die helpt hem als een tegenover om keer op keer hem van een Jacob tot een Abraham te maken. Zo is deze God, omdat hij zijn naam over ons mensen heeft uitgeschreven. De naam die betekent, ik ben bij je. Ik blijf bij je. Ik zal er zijn voor jou. En zo is deze God steeds met Jacob meegegaan. En heeft hij steeds tot hem geroepen, hier ben ik. Ik ben er. En hij is er geweest. En hij is bij Jacob gebleven in zijn goede dagen en ook in zijn kwaaie dagen. Deze God stond Jacob bij in nacht en ontij, bij zijn worstelen en bij zijn mank gaan, toen de zon onderging en toen de zon opging, zegende de eeuwige de bedrieger. Zo is deze God van Jacob. Hij blijft trouw aan zijn mensen. Hij gunt hun altijd weer een nieuwe dag, een nieuw begin. En die eindeloze trouw, dat is een kwaliteit die eeuwigheidswaarde heeft. Ja, en zo was deze God er ook in de persoon van Jezus. Bij de mensen die op zijn pad kwamen en die hij niet afschreef zoals anderen dat wel deden, maar die hij ook trouw bleef. Zij die verdrukt waren, hongerig, gevangen, blind, gebogen, vervreemd, verweest. Al die mensen die de psalmist in zijn psalm al noemt. En zo is deze God van Jacob voor ons, in zijn woord en door zijn geest. Hij is bij ons en hij blijft bij ons. En hij komt steeds opnieuw weer naar ons toe en zegt, hier ben ik. Ik ben er voor jou. In deze kloosterkerk is er in deze zomer een expositie ingericht. Ik noemde het net al en u hebt hem misschien ook al gezien toen u vanmorgen de kerk hier binnenkwam of nu u hier zit. En zo niet, dan kan u straks nog even een kijkje nemen. Die expositie die heet Tijd en Eeuwigheid en bestaat uit allemaal objecten van papier en ook uit woorden, uit gedichten. En die driedimensionale papierkunstobjecten die hier ook hangen en daar verspreid hier in de kerk, die zijn van de hand van Anita Smit. En ze heeft ze gemaakt, ik weet niet of u dat kan zien vanaf de plek waar u zit, maar u moet het straks maar even van dichtbij bezien. De kunstenares heeft die objecten gemaakt van flinterdun papier, waar ook bijbels en liedboeken van gemaakt worden. En dat papier, dat heeft de kunstenares gered van de ondergang. Want soms gaat er wel eens iets fout bij het drukken van die bijbels en die liedboeken. Dan is er een misdruk of dan is er een overdruk. Of de bladeren in het boek hangen als los zand aan elkaar. En dan is dat papier dus rijp voor de prullenbak. Maar Anita Smit, de kunstenares, heeft dat papier dus gered van de prullenbak. En heeft het verwerkt in haar kunstwerk. Daar heeft ze haar kunstwerk op gebouwd. En je ziet soms dus nog ook flarden van tekst
in die kunstwerken doorschemeren. Bij elkaar zijn het prachtige, fragiele, verfijnde en kleurrijke werken. Ik zat te denken, als ik nou Jacob was en ik zou hier rondlopen in deze kerk en ik hield halt bij die kunstwerken die hier hangen. Die kunstwerken van dat afgeschreven papier van Bijbels en liedboeken. Als ik nou Jacob was, dan zou ik iets van mezelf in die kunstwerken herkennen. En dan zou ik denken, zoals dat kunstwerk is, zo ben ik ook zelf. Een mens van goede wil, echt waar, maar ook een met vlekken. En bij tijd en wijle onsamenhangend. En met een flinterdun geloof. En toch schrijft God mij niet af. Maar vouwt Hij mij samen. Met alles wat er in mij is. Met wie ik ben. En met wat ik ben. Met waar ik vandaan kom. Met wat ik heb gedaan. En met wat ik had moeten doen. Hij vouwt mij samen tot een kunstig werk. Waarin zijn woorden, die hem typeren, in mij oplichten en transparant en doorschijnend zijn. Woorden als genade, vergeving, ontferming, geloof, hoop en liefde. En trouw tot in lengte van dagen. En zo word ik als het ware als mens door deze God uit de tijd getild. En raak ik aan zijn kwaliteit van eeuwigheid. Word daarheen langzaam opgelicht, om het met de woorden van Ed Hoornik te zeggen. De dichter van Psalm 146, die komt in zijn lied zijn schooltijd te boven. Want onder dat overzichtelijke, tweedimensionale schema van hebben en zijn, dat hij op het bord geschreven heeft, schuift hij een andere dimensie. En dat is de dimensie van zijn leven met God. De God van Abraham, van Isaac, van Sarah, van Rebecca en van nog veel meer. Maar voor hem vooral de God van Jacob, die zijn leven omvat van wieg tot graf. En vanuit zijn tenen, en het komt van diep, wellen dan ook aan het begin en aan het einde van de psalm zijn jubelklanken op als een diep doorleefd lied van zelfkennis, vertrouwen, en dankbaarheid. Halleluja. God zij geloofd. Amen.